het goesting om... Kom op, kom op! Heerman, die de kans leidde bij de mas. Nog twee ronden wedstrijd, achterstand 18 seconden voor de peloton. Javier Brugger die de kans leidt in het peloton. Ja, bij de parking, dat moet je rechts. En dan ga je de parking op. We moeten heel bezig zijn aan de vrienden vandaag hier. Dus zijn we die gaan we weer afmaken. Achter dat hier van hieruit te zien uiteraard. Ruim koers, waar het peloton op toekomt. Willy van Rooij, hoe blik jij terug op de 54ste Druivenkoers? Een fantastische koers, zou ik zeggen. Gewoon rekening houden met de voorbereiding gisteren. Ongelooflijk veel regen, jaren geleden dat we dat nog gezien hebben hier in Overijssel. En vandaag een prachtige dag met een deelnemersveld die er werkelijk het beste van gemaakt heeft. Hoeveel druk gaat er nu van jouw schouders af na deze koers? Ja, ik weet niet in welke termen dat je dat moet uitdrukken, maar voor mij is het altijd van het moment dat de aankomst er is en dat er geen
noemenswaardige ongelukken geweest zijn, dan dat is het fantastisch. Hè. Dus, en dat is vandaag zo. Het is een paar kleine ongelukjes, maar dat gebeurt in iedere wielerwedstrijd. Maar ik heb toch niemand echt horen wegvoeren. Dus dat is het belangrijkste. En dan zo'n mooi podium. Hè. Je haalt het net aan, wat een heel mooi podium. Ja, het is fantastisch. Hè. Lotto en twee topsporters bij op dat Overijsse podium. We kunnen niet beter wensen. En mensen waar nog een toekomst voor is, dat is eigenlijk de toekomst voor de druivenkoers. Hè. We zijn geen pro-tour-organisatie, maar op 1-1 niveau kunnen we zeker mee en wordt onze wedstrijd door het peloton zeker gewaardeerd.